Hi allemaal, welkom in weer een nieuwe video. In deze video ga ik jullie laten zien hoe ik mijn tas inpak voor een weekendje weg. En de reden dat ik dit doe is omdat ik begin dit jaar dus een ticket heb gekocht via Ryanair spotgoedkoop naar Marseille samen met mijn beste vriendinnetje. En wij kwamen er laatst, heel erg last minute, want zo zijn we, kwamen we erachter dat we maar een kleine hoeveelheid aan bagage mee kunnen nemen. En hieronder zal ik ook eventjes de afmetingen in beeld doen. Komt er eigenlijk op neer, we kunnen alleen een rugzak meenemen. Nu heb je natuurlijk de opties om extra bij te betalen om bijvoorbeeld een trolley mee te kunnen nemen of een hele grote koffer van 20 kilo. Maar er hangt ook weer een prijskaartje aan als het gaat om die grote koffer. Namelijk 80 euro voor 20 kilo en dat is ook nogal veel voor een weekendje weg, vind ik persoonlijk. Dus die trolley, dat leek ons wel een goed idee. Maar nogmaals, we waren last minute. Er waren geen opties meer om dat bij te boeken, want er is maar een beperkt aantal trolleys die mee mag op zo'n vlucht. En het zat er eigenlijk gewoon voor ons niet meer in. Dus wij moeten de uitdaging aangaan om dus een rugzakje mee te nemen. En in principe heb ik zoiets van, nou, dat moet wel lukken. Maar ik weet van vriendinnen dat zij dachten van, wow, nee, dat wordt super spannend. Dus ik dacht, ik neem jullie gewoon mee in het proces met hoe ik inpak, wat ik precies inpak. En het lijkt me tof om dan daarna ook nog aan jullie te laten zien of ik het heb gedragen, of het zin had dat ik het had meegenomen, als zijnde soort van review. Dit idee heb ik trouwens van de YouTuber Matt Davella. Hij is een minimalist en ik vond zijn video hierover echt super cool. Dus ik dacht, ik wil het ook even met jullie gaan doen. Maar ik ben natuurlijk niet zo'n minimalist en ik ben een vrouw. Dus ik heb gewoon andere dingen die ik meeneem. En misschien vinden jullie dat ook interessant. Dus ik pak nu mijn koffer erbij. Oh, dat is niet waar. Ik pak mijn rugzak erbij en dan gaan we inpakken. Nou, ik ben even op de grond gaan zitten en ik laat jullie mijn tas zien die ik ga meenemen. Dat is deze tas van Reigns. En ik vind het hele mooie tassen. Ze zijn functioneel, maar ze zien er ook gewoon mooi uit. En wat natuurlijk ook niet onbelangrijk is, is dat de afmetingen gewoon kloppen met wat je mee kan nemen. Althans, op één gebied is die 10 centimeter dieper, geloof ik, dan op de andere. Dus ik ga hem niet helemaal vol packen, maar gewoon tot wat nodig is. En het is in ieder geval wel een rugzak die onder de stoel past. Dat is echt heel erg belangrijk. Hij heeft verschillende vakjes en ook iets moois hier op de achterkant. En daarom vind ik hem zo mooi voor reizen, want hier kan je eventueel je paspoort en je telefoon in opbergen. En dat is natuurlijk handig, zodat je niet de hele tijd die rugzak van je rug af hoeft te halen. Dus deze zet ik nu heel even aan de zijkant. Waar ik heel graag mee werk zijn packing cubes. Dat zijn deze dingen. Deze is van het merk Eagle Creek. Nou, in principe maak ik altijd een lijstje met wat ik mee moet nemen. Dat is ook zeker een tip. Ik begin even met de kleding. Wat ik meeneem is een pyjama shirt om in te slapen. Verder wordt het rond de 20 graden met windhozen. En ik weet gewoon niet zo goed of die 20 graden hetzelfde aanvoelen als hier. Dus ik ga een beetje alsnog optimistisch erin met korte kleding. Die ik later wel warmer kan aankleden. Nou, ik ga in principe 3 volle dagen weg. Dus ik ga ook wel 3 outfits meenemen. Het hoeft in principe niet. Je zou echt wel minder mee kunnen nemen. Maar omdat ik er de ruimte voor heb, ga ik wel voor 3 outfits. Dus ik heb hier een denim short en een basic zwart t-shirt. Dan heb ik hier een lange rok en een basic wit t-shirt. En dan heb ik dus een beetje een variatie tussen kort en lang. Wat ik wel heel erg prettig vind. En mocht ik twijfelen en van shirt willen wisselen, dan kan dat. Als derde outfit weer een zomerse outfit. Een playsuit met stippen. Hij heeft korte mouwen en korte broekspijpjes. En daarbij heb ik dan ook nog een baret. Eigenlijk puur omdat ik het lekker Frans vond. Dus dat vond ik gewoon wel leuk, omdat we dus naar Frankrijk gaan. Dat zijn dus allemaal hele zomerse outfits. En ik vind het wel een beetje spannend, want het kan ineens heel erg fris worden. Maar na het vliegveld draag ik in ieder geval een jeans, een trui en waarschijnlijk nog een bomberjas. En ik had al bedacht dat die bomberjas, die kan over alle outfits de boel lekker warm maken. Mocht het nou echt koud zijn, kan ik nog die trui erbij dragen. En als het echt koud is, kan ik ook die lange broek dragen. Of ik heb hier een panty. Dat helpt ook wel heel erg vaak met wat warmte. Maar voor mij geldt vooral als de bovenkant lekker warm is, kunnen de benen best wel bloot. Maar omdat het zulk wisselvallig weer is, heb ik just in case toch nog besloten om nog een denim jeans in te pakken. Maar dan een skinny jeans. En ik ga in een blauwe straight jeans vliegen. Dus dat betekent eigenlijk dat ik in totaal 2 jeans bij me heb. En de reden dat ik deze ook nog inpak samen met nog een t-shirt of een muscle tee eigenlijk zonder mouwen,
is omdat wij het idee hebben dat we misschien wel uitgaan. En dan wil ik niet de dag erop in een rokerige outfit rondlopen. En dan vind ik het ook wel fijn om dus wat langs te dragen. Dus qua kleding, laat ik gewoon eerlijk zijn, het is best wel veel. Het zou een stuk minder kunnen, maar dit is waar ik me prettig bij voel. En ik denk dat dit ook wel gewoon is wat ik kan gebruiken. Dit ga ik nu wel eventjes iets netter erin stoppen. Natuurlijk is het handig om nog wat ondergoed en sokken mee te nemen. En ik neem altijd één paar extra ondergoed mee. Dat is meer van, je weet maar nooit wat er gebeurt. En er zit dus ook een nude paar bij. Nou, Marseille is een havenstad en heel misschien willen we nog wel naar het strand. Ik weet niet of het te koud is om in de zee te zwemmen, maar we kunnen natuurlijk wel eventjes op het strand liggen. Dus ik heb hier mijn bikini die ik ga inpakken. Dus deze leg ik even aan de zijkant neer. En dan heb ik hier ook nog een tote bag voor als we wat boodschapjes gaan doen of naar het strand gaan en ik moet een handdoek meenemen. En dan verder voor het uitgaan, maar ook als ik gewoon de deur uit ga, heb ik wel een tasje nodig. Ik loop heel erg te twijfelen. Ik heb een Rebecca Minkoff en ik heb een fanny pack. Ik denk dat ik de fanny pack handiger vind omdat die wat kleiner is. En ja, daarmee weet ik gewoon 100% zeker dat het past. Dus die ga ik hier ook instoppen en dan ga ik hem dichtritsen. Het fijne aan dit soort tassen is dus wel echt dat je het dus dichtritst. En dan wordt het een stukje compacter. Dus zoals je kunt zien is het gewoon zo'n pakketje. En deze kunnen we dus weer heel makkelijk in de tas schuiven. Deze gaat er zo hop in. Is het allemaal lekker netjes en het past nog gewoon. Dan als volgende make-up en toiletspullen. Ook deze heb ik weer in twee aparte vakjes gedaan. Make-up tasjes heel erg klein en compact. Qua make-up hou ik het vaak heel erg simpel en kies ik voor minis. Zo heb ik hier mijn foundation in een klein flaconnetje. En ook nog een mini versie van de highlighter en de bronzer die ik altijd gebruik. Dus dat zijn hele fijne dingen om te hebben als je veel reist. En verder heb ik weer zo'n packing cube voor mijn toiletspullen. En ook daar heb ik dus weer minis van. En verder is het ook wel fijn om minis te hebben van shampoo, douchegel, zonnebrand en conditioner als je dat gebruikt. Dus ik heb hier aan de bovenkant nog best wel wat ruimte. Daar kan ik mijn toilettas doen, omdat die plat is. En dan de toilettas komt ook hier aan de zijkant. Dan heb ik nog mijn telefoonlader en oordopjes. Ja, aan de zijkant zit een klein vakje waar ik deze wel in kan stoppen. Dan zitten ze gewoon veilig opgeborgen daar. Dan heb ik nu ook nog mijn borstel en mijn zonnebril. En deze die stop ik eigenlijk gewoon aan de voorkanten in. Omdat ik zie dat ik er wat ruimte voor heb, neem ik toch nog deze riem mee. Dat vind ik wel heel erg leuk om te dragen bij bijvoorbeeld de short. Of uiteindelijk met mijn denim jeans. Als laatste natuurlijk mijn sleutels. Ik denk dat dat wel heel erg handig is om te bewaren in dat vakje hier bovenaan. Zodat ik ze niet kwijtraak. En dan is die tas eigenlijk wel klaar. Nou, dit is dus hoe ik inpak. Ik zie jullie straks weer terug in Nederland. En dan laat ik jullie weten of het allemaal voldoende was wat ik heb ingepakt. Of juist veel te veel. Bonjour. Bonjour. Ik kan het toch niet. Ik laat jullie... Nou, ik ben weer terug en ik moet zeggen, ik heb het heel erg leuk gehad. Marseille is niet een hele spannende stad. We gingen er echt heen zonder verwachtingen. Dat was gewoon wel echt heel erg lekker. We hebben ook niks opgezocht. We hebben bijna niet op onze telefoon gezeten. We hebben alleen maar gegeten, gedronken, een beetje geslenterd. Maar ik ga jullie laten zien wat ik nou eigenlijk allemaal heb gebruikt en wat niet. En waarom dan bijvoorbeeld niet. Dat is misschien wel heel erg handig. Nou, de basics. Mijn make-up heb ik helemaal gebruikt. En al mijn toiletspullen heb ik gebruikt. Ik was trouwens mijn tandenborstel vergeten in te pakken. Dus die heb ik op het allerlaatste moment nog erin gegooid. Deze tote bag kwam heel goed van pas. Voor als ik eventjes naar de supermarkt ging. Maar ook als ik dus op stap ging. En ik nam een trui mee voor de zekerheid. Maar om mijn portemonnee en mijn telefoon in te doen. Daar gebruikte ik wel steeds dit tasje voor. Die heb ik gewoon elke dag gedragen. Dan pak ik nu maar meteen de kleding uit. Want daar zitten daar wel een aantal dingen in. Die ik dus niet heb gedragen. Allereerst deze riem. Het is een accessoire, het is een beetje een extraatje. Maar ik vond wel dat deze mijn outfits net een beetje dat extra gaven.
Dan heb ik hier een simpel wit shirt, waarvan ik wel verwachtte dat ik hem zou gaan dragen. Maar uiteindelijk heb ik hem alleen onder een trui gedragen. Dus ik had hem eigenlijk niet per se mee hoeven nemen. Deze short, dat was echt een topper, die heb ik nog gedragen. Vond ik echt heerlijk om even met helemaal blote benen rond te lopen. Nou, de baret past bij alles. Maakt je look net wat meer af of zo. En dan is zo'n kleine accessoire die ook nog eens klein gemaakt kan worden. Heel chill. Dan heb je hier mijn panty. Ja, die kwam zeker wel van pas. Ik had dus uiteindelijk een blauwe jeans aan tijdens het reizen. En nog een extra skinny jeans mee voor als ik uit zou gaan. En daar ben ik super blij om. Want ik was een klein beetje vergeten dat in de avond is het natuurlijk ook gewoon fris. Dus dan kon ik hem afwisselen met elkaar. Omdat het dus best wel fris was. Dan vraag je misschien af, ben je nou ook uiteindelijk uitgegaan? Nee. Deze outfit had ik wel aangetrokken omdat ik zoiets had van, ik was op zich wel gemotiveerd. Dus deze heb ik ook gedragen. En dan heb ik hier mijn pyjama. Jen en ik kwamen erachter dat een legging ook wel heel erg lekker was geweest. Want het was best wel fris in onze Airbnb. Dus dat is een tip als je nog gaat inpakken. Dan heb ik hier mijn basic zwarte t-shirt. Die heb ik gewoon gedragen. Vind ik ook wel heel erg lekker. Eigenlijk kies ik ook wel sneller voor zwart dan voor wit. Zeker als ik op reis ga, want wit wordt gewoon best wel snel vies. Ja, dit was ook wel misschien een beetje te optimistisch. Ik heb hier mijn bikini. Die windhozen waren wel wat harder dan gedacht. En uiteindelijk hebben we wel gewoon super lekker gelegen. Maar gewoon in een playsuitje. En dan heb ik hier nog iets wat ik niet heb gedragen. En dat is deze rok. Met die harde wind, dan waait het echt alle kanten op. En het ja, leek me gewoon niet heel erg handig. Maar hij nam gelukkig niet heel veel ruimte in beslag. En dan heb ik hier mijn playsuitje. Die heb ik wel gedragen. Ik vond deze ook zo lekker Frans met die stipjes en dan met die beret erbij. Nog één ondergoedje over. En dan vuile was heb ik hier. Dus dat was de kleding. Dus eigenlijk, het valt nog wel mee. Ik heb eigenlijk alleen maar een lange rok en een t-shirt en een bikini die ik dus niet heb gedragen. Dus eigenlijk wel gewoon één volle outfit voor één dag. Dan heb ik verder mijn powerbank. Die heb ik niet nodig gehad. Zonnebril, altijd top. Wat ik trouwens heb, is zo'n koordje eraan. Als je dan bezig bent met je spullen, dat die zonnebril niet te heet van je hoofd afvalt. Dan oordopjes. Ik had eigenlijk verwacht dat ik ze veel meer zou gebruiken. Maar ik heb ze uiteindelijk alleen in het vliegtuig gebruikt. En dan natuurlijk mijn oplader. Dan hier een hele tas met toiletspullen. Die ik op het laatste moment nog even in een plastic tas heb gedaan. Omdat ik natuurlijk door de douane heen moest. En even kijken. Ja, uiteindelijk heb ik hier alles wel van gebruikt. En dat was hem eigenlijk alweer. Dat was de hele inhoud. Nou, de rugzak was in ieder geval meer dan voldoende voor een weekendje weg. Ik denk ook zeker wel voor een week als je naar een zonnige bestemming gaat. Ik ben heel erg benieuwd of jij nog een weekendje weg gepland hebt. Zo ja, laat me even weten in de reacties hieronder waar je dan bijvoorbeeld heen gaat. Ik kan het je echt aanraden. Een weekendje lijkt misschien heel kort, maar het komt echt volledig tot rust. Nou, geef deze video een duimpje omhoog als je hem weer leuk vond. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En volg ons ook op Instagram. Tara Verbon en Larissa is @LarissaVerbon. Nou, dan zie ik jullie heel graag weer terug in de volgende video. Doei!